De achterstand van het peloton loopt terug tot onder de kap van de 2 minuten. Het zijn nog altijd de eerder genoemde teams die... ...wat meedoen. Wie gaat winnen? Gaat dat op team 6 van Mutteloo worden? Of komt die jongen van Australië daar op gang zijn? Dat is een close finish hoor! De close finish tussen Andrea Guardini en Sascha Modelloo. Eén van hen wint het. En we zijn benieuwd hoe het met...